Waalkade werd door enkele horecadeskundigen een weinig kansrijk gebied voor horeca genoemd. Dat leek ook geïllustreerd te worden door een aantal faillissementen in het gebied de afgelopen jaren. Maar dat beeld doet de Waalkade tekort, vinden sommigen. Als je kijkt naar het potentieel wat het te bieden heeft, een rivier die er al 2000 jaar ligt, het uitzicht wat je hebt en de functie die het in de stad heeft, dan kan het niet anders dat het een kansrijke ontwikkeling is hier. Nou, wat ik belangrijk vind is dat het beeld gaat ontstaan dat de Waalkade eigenlijk een ontzettend mooi stukje Nijmegen is geweest en het weer gaat worden. De toekomst van de Waalkade vanuit de optiek van de gemeente, we zien het als een zeer krachtig gebied. Het is wel een gebied in ontwikkeling. Het heeft een geschiedenis. Die geschiedenis heeft al heel lang. Het is, zoals mijn voorganger net al aangaf, een kruispunt wat aan het water. Steden waren vroeger gericht op het water. Al het verkeer kwam vanaf het water de stad in. En nu is het vooral een locatie waar veel cruisevaartland. Dus het is een toeristische locatie. Het is een locatie met horeca. Het is een locatie waar gewoond wordt. Het is echt een mix van functies die we als gemeente gewoon belangrijk vinden. We geloven ook in de Waalkade. We werken ook intensief samen met de ondernemersvereniging die net het nieuw leven ingeblazen is. Er komt er een nieuw museum. Museum de Bastij, dus het natuurmuseum. De visie vanuit het Huis voor de Binnenstad op de Waalkade is dat het een hele belangrijke plek in de stad is. Als je in de ogenschouw neemt de neven die hierachter net nieuw opgeleverd is en gerealiseerd is. De handelskade die volop in ontwikkeling is. De Ooipol die met het bruggetje mooi ontsloten is. En dan natuurlijk de binnenstad zelf, het kernwinkelgebied. Daarbij is de Waalkade eigenlijk het kruispunt van al die gebieden. Die dus ook zeker in de toekomst een hele vaste plek in de stad zal hebben. De gedachte is om het te gaan vergroenen. Dus hier een parkachtige constructie van te maken. Hoe het eruit komt te zien weten we nog niet. Of althans weet ik nog niet. Maar samen met de stad wordt er invulling gegeven aan een park aan de Waal. Dus een locatie in ontwikkeling. En locaties in ontwikkeling hebben gehakt worden vallen Spaanders. Maar we zetten de schouders met z'n allen onder. En we maken er wat moois van. En vanuit de gemeente hebben we echt het volste vertrouwen dat dit weer de plek gaat worden die het ooit was.